Welkom bij deze workout voor beginners. We starten met een warming-up en daarna gaan we je armen en benen trainen en we zorgen dat het een workout is voor je hele lichaam, dus we werken ook aan lichaamscontrole. We sluiten af met een cooling-down en dan ben je klaar voor je volgende trainingen en om verder op te bouwen. Roll the intro! We vliegen er meteen in en we starten met het wandelen ter plaatse met hoge knieën en dat voor 30 seconden. We zijn weg. Nog niet te hoog, we gaan straks hoger. Maar de eerstvolgende oefening voor 30 seconden wordt dat we voor- en achterwaarts gaan wandelen. We zijn nog even bezig met die hoge knieën. Maak het actief en zorg dat je borst goed recht blijft. Niet naar voor, niet naar achter. En eenzelfde tempo. Oké, we gaan twee stapjes naar voor en twee naar achter. Dat mogen er zeker meer zijn. Maar zorg dat je ritme goed hetzelfde blijft. We blijven die knieën heffen, nog niet tot 90 graden, wel tot 45, maar hoger mag ondertussen stilletjes aan ook. Zometeen gaan we naar squats. Je zet je voeten op schouderbreedte en we zakken met ons zitvlak goed naar achter. De romp blijft zo recht mogelijk. We zakken naar 45 graden of zelfs dieper naar 90 graden in de knie. Traag zakken, gecontroleerd zakken en, zoals ik al zei, hou die romp recht. Je knieën blijven goed boven de kleine teen. En we gaan al naar de volgende oefening en dat zijn sidesteps. We stappen opzij en we tikken onze voet naast de andere voet. Opnieuw, rechte houding. Neem je armen mee. Alsof we aan het powerwalken zijn. Links, rechts, goed tempo houden. En zo meteen gaan we terug naar onze hoge knieën. Deze keer wat hoger en we zijn weg. Probeer het ritme nog altijd hoog te houden, ondanks dat je nu je knieën hoger heft. Heel goed bezig. We zijn al bijna halfweg van onze opwarming. Zo meteen weer even kijken. Komt een nieuwe oefening aan. We brengen onze knie van de buitenkant naar voor. Van buiten opzij naar binnen. Probeer deze opnieuw hoog te heffen. Hou je evenwicht. Moet helemaal niet zo snel als ik het aan het doen ben. Mag heel gecontroleerd en traag. Maar hef ze zo hoog als je kan. En dan gaan we wandelen. Maar we gaan dit op onze tenen doen. Dus onze hielen blijven van de grond. Lichtjes op de tenen wandelen. De knieën zijn weer een beetje hoog, maar niet zo hoog als daarnet. Zelfs gaan we terug naar onze squats. Die kennen we al. Zoek goed die voorvoet op. De hielen komen niet op de grond. Hou het tempo. En we gaan naar onze squats. Gecontroleerd zakken. Knieën boven de kleine teen. Alsof je op een stoel achter je gaat zitten. Zelfs opnieuw de sidesteps en we sluiten af met de hoge knieën. Goed diep blijven zakken. Hou de romp weer goed recht en sidesteps. Step, tik, step, tik. Tempo houden. Ik heb het al warm. Prima, want er zit er nog één oefening aan te komen en dan is de warming-up
al achter de rug. Volhouden. En we gaan naar de hoge knieën. Maak je goed groot. Niet gaan zitten, niet laag, maar goed groot, hoog vanuit de benen. Schouders ontspannen. We werken de 30 seconden af. En klaar. Dat was de warming-up. We beginnen aan de kern. We starten met de squats die je al kent van de opwarming. Het enige verschil is dat we in de diepe fase, wanneer je laag zit, 3 seconden gaat vasthouden en gaat blijven zitten. Daarna kom je terug recht en we doen 10 herhalingen. We zijn weg. 1, 2, 3. En recht komen. Blijf goed naar achter zitten en strek je volledig uit. We zijn halfweg. We doen 10 herhalingen. 6. 7. 3. 1, 2, 3. En laatste. 1, 2, 3. Dan gaan we naar onze eerste armoefening. Je kan dit zonder gewichtjes doen. Heb je flesjes water of gewichtjes, dan mag je die vastnemen. We zorgen voor een stevige positie, niet slap, maar licht gebogen knieën. Armen zijwaarts, niet te veel achter je, lichtjes voor je lichaam met de ellebogen in 90 graden. En we duwen recht omhoog. We doen 15 herhalingen op een traag, maar constant tempo. 4. 5. Recht omhoog duwen. 9. 10. Nog 5. Zorg dat die romp goed recht blijft. Schouders ontspannen. 4. En 5. Oké. Dan gaan we naar onze tweede beenoefening. Dat zijn uitvalspassen. We doen er 10 in totaal. Je zet een grote stap voorwaarts en je zakt recht naar beneden met de knie net boven de grond. Je kan de grond tikken, maar je gaat je spanning niet verliezen. 4, 5, 6, 7, 8. 9 en 10. Goed, tweede armoefening. Opnieuw met of zonder gewichtjes. Opnieuw een stevige positie, maar je laat je romp lichtjes naar voren zakken. Ze blijft wel goed recht. Je brengt je ellebogen gebogen en je handen naar voren. En dan ga je naar achter strekken, achter je rug. We doen er 15. We zijn weg. 3, 4, 5, 6. Geleidelijk de volledige beweging afmaken. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En dan zit ronde 1 erop. Dan gaan we onmiddellijk terug naar onze squat. Minder uitleg nodig, want nu ken je het al. We zijn weg. En we doen nog 4 rondes van alle oefeningen. Dit is ronde 2. Blijf goed naar achter zitten. Eén, twee. 3. 1, 2, 3. Nog eentje. 1, 2, 3. Oké. Shoulder press. Dus de handen goed naar boven duwen. 15 keer. 2. 3.
4.8. 9. Volhouden. 10. Nog 5. 2. 3. 4. En 5. Goed zo. Uitvalspassen. Links, rechts, afwisselend. Handen in de zij. Grote pas naar voren. Recht naar beneden zakken. Zo diep als je zelf kan. En dan duw je je terug naar de beginpositie. Nog 1 per kant. En 10. En dan zijn we al terug bij onze elleboogstrekkers. Zoek een goede positie. Voeten op schouderbreedte. Romp recht naar voren. En dan een grote beweging maken met de armen. Nog 5. 2, 3, 4 en 5. Goed, ronde 2 zit er al op. Nog 3 te gaan. We gaan naar de squat. 1, 2, 3 en recht. 1, 2, 3 en recht. Hou die rond zo recht mogelijk. 3 en hup. 2, 3, halfweg. 2, 3, goed diep zakken. Goed naar achter gaan zitten. 2, 3, nog 2. 1, 2, 3, laatste. 1, 2, 3. Gewichtjes terugnemen. Of zonder. Sterke houding. En weg. Recht omhoog duwen. Armen strekken. Boven het hoofd. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En laatste. En klaar. Uitvalspassen. Controleer goed die knieën, zeker die voorste. Wanneer je zakt, hou die net zoals bij de squats boven de kleine teen, dat die niet naar binnen valt. Nog 2, 9 en 10. Heel goed. Als ik wat te snel ga, doe zeker je eigen tempo. Werk vooral de herhalingen af. We gaan naar onze schouderstrekkers. Elleboogstrekkers bedoel ik. Hup. 15 keer. Zeven. 8, 9, 10. Blijf grote bewegingen maken. Traag en gecontroleerd. Aan eenzelfde tempo. En 15. Nog 2 rondjes. Voor het laatste rondje is altijd het meest vervelende. Want dan ben je er nog niet. We kunnen wel al aftellen. Hè? We gaan naar de squats. 10 keer. 1, 2, 3. Hou die romp recht. 3. Goed naar achter gaan zitten. Ga gewoon zo diep als je zelf kan. Ik ga al heel diep. 3, nog 3. 2, 3. 1, 2, 3. En laatste. 2, 3. Oké. En we zijn weg met de armen. Omhoog en traag zakken.
6, 7, 8, 9, 10. De 5 laatste. 1, 2, 3. Kom op, volhouden. 4 en 5. Uitvalspassen. Zorg voor een stevige romp. Niet te veel voor- en achterwaarts schommelen. Nummer 6. Gecontroleerd zakken naar de grond. Rem de beweging af. Mag de diepte die je zelf aan kan en op dit moment kan verdragen. Dat was 10. Elleboogstrekkers en dan gaan we naar onze laatste ronde. Gaat snel hier. Ellebogen goed buigen en volledig strekken. Achter het lichaam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kom op, nog 5. 1, 2, 3, 4, laatste, 5. Top! Nog één rondje. En we beginnen met de squats. Let nog eens goed op die houding, op die knieën. We zijn weg. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nummer 5. 6. Kom op, hè. Volhouden. 8. 9. Kom op, nog eentje. Goed diep houden. 2, 3. En recht duwen. Volledig tot boven. En dan de arm. En we zijn weg. Duw naar boven. Recht omhoog. Gestrekte armen. 5. 6. 7. Kom op. 1. 2. 3. Nog 2. 4. Laatste. 5. Afwerken en ontspan. Nog 2 oefeningen. Heel goed bezig. En dan zitten armen en benen er al op. Dan gaan we zelfs naar het circuitje voor de lichaamscontrole. Eigenlijk de core stability, zoals we ook wel noemen. Zes. Zeven. Acht. 9. En laatste, lunge. 10. Lunge is een uitvalspas. We gaan naar de elleboogstrekkers. Laatste oefening van dit blokje. Dan zitten de 5 rondes er al op. We zijn weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 en 10. Kom op, nog 5. Verstrekken achter het lichaam. Hef goed die armen achter je. Voorlaatste. Afwerken. En klaar. Heel goed. Dit was ronde of blokje nummer 1. We leggen ons matje klaar en dan gaan we naar blokje nummer 2. Het tweede blokje zijn allemaal grondoefeningen. We doen van elke oefening 10 herhalingen en we starten met een schouderbrugje. Je gaat op je rug liggen. Je zorgt dat je je bekken lichtjes kantelt, zodat je rug tegen de grond rolt. En je voeten staan niet te ver, maar ook niet tegen je zitvlak. Je heft je zitvlak tot goed van boven en we zakken. We tikken de grond, maar we verliezen de spanning niet. En zo herhalen we er 10. Dit is 3.
Span goed die billen op. Halfweg. Duw goed door je hielen. 8. 9. En 10. Zo, dat was de achterkant van je lichaam. Nu gaan we de voorkant van je lichaam trainen. Of vooral activeren. En we beginnen in een knieplank. Voeten mogen op de grond. Want we gaan vanuit die knieplank naar een plankpositie. En die houden we 2 seconden aan. 1, 2 en dan gaan we terug naar de knie. En dan terug naar de plank. 1, 2 en we houden elke houding 2 seconden aan. Zorg dat je schouders goed sterk blijven. Zak niet door, niet naar beneden, maar duw je weg van de grond. We zijn halfweg. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. In die plankpositie geen banaan zijn, maar ook geen piramide. Terug naar de knie. 1, 2, 1, 2. Laatste herhaling. 1, 2, nog eentje. En ontspan. Goed, dan gaan we naar de derde en de vierde oefening. En dat is eigenlijk dezelfde, omdat we de linker en de rechterkant van je lichaam, de zijwaartse keten, gaan trainen. Dus we hebben de achterkant, de voorkant en de zijkanten. We gaan naar een knieplank op de elleboog en op de knieën. En dan gaan we lichtjes ons bekken laten zakken en terug omhoog duwen. En zo doen we er 10, 3, 4, 5. Wil je het iets actiever maken, dan hef je die knie op. 6, 7, 8, 9 en 10. Andere kant. Terug op de elleboog, op de knieën. En mijn knieën, heup en schouder zijn op 1 lijn. Die knie mag lichtjes omhoog. Enkels en hielen blijven samen en we gaan zakken omhoog. 2, 3, 4, kom op. 5, helemaal tot boven, hè. 6, 7, 8, 9 en 10. Goed, dat waren de 4 oefeningen en daar doen we ook weer 5 rondes van. We beginnen met de schouders, brug terug. Dat ruimt mooi, dus dat is prima. Voeten op schouderbreedte, rug tegen de grond rollen en weg. Tik, 2, 3, duw die knieën lichtjes naar buiten. 5, als het te makkelijk is, schouders op de, handen op de schouders. 8, 9. En laatste 10. Dan rollen we naar de knieplank. En van die knieplank gaan we naar een voorwaartse plank. 1, 2 en knieën zetten. 1, 2, knieën. 1, 2. 1, 2. Halfweg. 10 en knieën op de grond. Zijwaartse plank. We zijn alweer bij de leukste van de 4. Zakken en omhoog. Dat was een mopje. Ik vind dit de zwaarste. 4, 5, 6, 7. Kom op. Nog 3, 9. En 10. Andere kant. Het gaat goed vooruit, dan zijn we er snel vanaf. 1, 2, 3, 4. Blijf die knieën en die heupen
en die schouders op één lijn houden. 8, 9 en 10. Oké, terug naar ruglig. Ik ga in deze richting liggen deze keer. Dus minder gedraai. We zijn weg. 1, 2, 3. Kom op tot boven en span die billen op. Laatste herhaling. En we gaan naar de voorwaartse plak. Nu goed die schouders uit voor je begint, dus niet doorzakken. Goed naar het plafond, weg van de grond. 1, 2, 1, 2, 1, 2. En volhouden nu. Half weg. Negen en 10. Zijwaartse plank op de knie. Zak en hef. En hef. Halfweg. 6, kom op. Tot boven. 8. 9 en 10. En wissel van kant. Vier, vijf, zes, kom op. Zeven, acht, negen, 10. Heel goed. We starten aan onze voorlaatste ronde. En dat is ook echt de voorlaatste ronde van de kern. Daarna hebben we nog een cooling down. Schouderbrugje. En weg. Billen goed opspannen. Traag en gecontroleerd zakken. En ver omhoog duwen. 10. Voorwaartse plank. Als je al tot hier bent geraakt in de video, supergoed. We zijn bijna aan het einde. 2 en terug. 1, 2 en terug. Dat is al een hele achievement. Nu is het kwestie van afwerken. 5. Probeer die controle goed te houden. 2. En 10. Zijwaartse plank. 1. 2. 3. 4. 5, 6, kom op. 7, 8, 9 en 10. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, kom op. 7 tot boven. 8, kom aan. 9 en 10. Top. 1 rondje nog te gaan. Heel goed. Zorg dat die laatste ook nog een goede kwaliteit heeft. Rug tegen de grond rollen. En we zijn weg. 3, 4, 5, 6. 7 tot boven, span die billen op. 8, 9
En 10. Voorwaartse plank. Op de knieën beginnen. Handen goed onder de schouders. En we zijn weg. Oké. Laatste twee. Schouderbrug. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. En de linkerkant. En dan gaan we zelfs door naar onze cooling down. Dus laatste oefening van de kern. Goed afwerken. Grote bewegingen. Acht, negen en 10. Goed. En ontspan. En dan nog belangrijk om af te werken, de cooling down. De cooling down is eigenlijk dezelfde als de warming up, maar dan net iets actiever en met net iets meer energie. Alleszins de energie die je nog over hebt na de workout. We starten met hoge knieën. We zijn weg. Ze moeten nog niet zo hoog als we daar straks geëindigd zijn. Zorg eerst voor een goed tempo. We gaan 30 seconden en dan gaan we naar het voor-achterwaarts wandelen. Voor achterwaarts en we zijn weg. Blijf die knieën goed heffen. En neem goed die armen mee. Hè. Als we wandelen doen we dat nooit passief met onze armen. Als we lopen ook niet. Dus gebruik ze. Zijn we eens naar de squat. Mag 45 graden. We zetten ons op schouderbreedte en we zijn weg. Niet meer met het wachten, gewoon één tempo. Alleszins, vond je deze workout of deze manier van trainen leuk? Top! Je kan dit nog een aantal weken opnieuw doen, maar na een tijdje heeft je lichaam nieuwe input nodig. We gaan naar onze sidesteps. De volgende oefening. In 5 seconden. En we zijn weg. Step en touch. Zoals ik daarnet al zei, je moet na een tijdje je workouts en je trainingen wat aanpassen, zodat je lichaam progressie kan blijven maken. Geen paniek, daar helpen we jou bij. In de beschrijving onder de video kan je PDF's en de link naar verschillende trainingsschema's terugvinden. Dus neem daar zeker een kijkje als je dit wel tof vond. De volgende oefening, terug de hoge knieën. Je mag ze wat hoger gaan heffen. Probeer het tempo hoog te houden. Kom aan, laatste stukje energie. Maak je goed groot. Het is het laatste stukje van de workout, hè? Kom op. Zelfs brengen we die knie weer van opzij naar van voor. 3, 2, 1. Hoge knie naar van voor. Doe dit gecontroleerd. Probeer niet door te zakken door je standbeen. En probeer goed dat evenwicht te houden. Dat is altijd net iets moeilijker in vermoeidheid. En we zijn nu eenmaal wat moer dan we waren voor de workout. Goed hoog blijven heffen. We gaan naar het wandelen op de tenen. En we zijn weg. Hef je goed op die hielen van de grond.
Laat ze niet zakken, hè. Kom op, hou het tempo. Zoek die voorvoet op. En we wandelen op de tenen. We blijven die armen meenemen. Volgende oefening zijn terug de squats. En dan nog 3 oefeningen. 3, 2, 1. De squats. En hierna nog de sidesteps en de hoge knieën. En dan zit het erop. Blijf goed naar achter zitten. Hou die romp goed recht. En die knieën naar de buitenkant. Hè. Heel goed. Hou het tempo. Blijf diep zakken. We zijn er bijna. Volgende zijn de sidesteps. Let's go. Tik. Stap, tik. Stap, tik. Hup, hup. Hup, hou het tempo. Probeer goed groot te stappen, maar zorg dat je nog in een goede snelheid kan uitvoeren. En de laatste oefening, hoge knieën. Hup. Blijf groot vanuit de benen. De allerlaatste 30 seconden zijn ingezet. Heel goed, kom op, volhouden. Hoge knieën, hef ze zo hoog als je kan. Nog 3 seconden, 2, 1 en rust. Klaar met de workout. Top! Vond je dit leuk? Zoek je nog andere workouts? Klik dan hier naast mij om nog meer trainingsvideo's te vinden.